HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Niet alleen bovenin is het spannend, althans wie wordt de tweede, dat is nog wel spannend. Katwijk gaat natuurlijk kampioen worden, maar onderin is het natuurlijk ook spannend. Dato daar al wel gedegradeerd, maar wie gaat er nog meer uit? Genemuiden, Spakenburg zijn kandidaten. En juist Spakenburg is dus de bezoeker vandaag. HHC verloor de wedstrijd in Spakenburg met 4-0 en nu dus de wedstrijd op de Boshoek. Waar HHC goed aan begon. Eerste kans is zojuist voor Gourie. Dit is de nieuwe aanval van HHC opgezet door Mr. HHC Lars Offringa. De voorzet van Klok. En die wordt dan overgetikt door Sven Tabirema. En dat is de doelman van Spakenburg. Corner dus voor HHC, genomen door Kobussen. En dit levert niet genoeg gevaar op om een kans te creëren. Aan de andere kant dan, Spakenburg. Dit is een mooie beweging. En dit is ook gewoon een hele mooie goal. Zo! Rally Ignacio, de doelpuntenmaker. Wat een prachtige goal van Spakenburg. Prachtig bij zijn man weggedraaid. Beukenveld zit er nog net aan. En 1-0 voor Spakenburg. De eerste kans voor Spakenburg is meteen raak. Dit is misschien wel een van de mooiste aanvallen van de wedstrijd. Over meer schijven van HHC. Alleen Thijs Houwing schiet de bal niet op het doel, maar ernaast. En zo krijgt HHC dus kans na kans. Dit penalty. Gourie gaat liggen. En scheidsrechter Serik zegt dat er niets aan de hand is. De overtreding dan van Klok. En hier zien we dat nog een keer. De bal wordt weliswaar gespeeld. Maar toch ook wel een behoorlijk stukje Gourie. En ik ken ook wel scheidsrechters die hem wel op de stip zouden leggen. Maar Serik doet het dus niet. En dus geen penalty voor HHC. Goede overname van Thijs Houwing. Die een hele goede wedstrijd speelde tegen zijn oude club. En dit is een hele grote kans voor Gerson Klok. Maar ook hij zorgt er niet voor dat de roeptoeter van Henk Zeevat uit de koffer gehaald kan worden. En ook Gourie schiet naast. Zo krijgt HHC dus echt veel kansen. Maar benut het die niet. Kopen ze opnieuw met de hoekschop. En dat, wat gebeurt er van alles in het strafschopgebied? Is dit wel of geen doelpunt? Het publiek zegt uiteraard van wel. Maar wat gebeurt daar precies? Eerst Offringa die inschiet. Hij brengt dan opnieuw die bal in. En is dit een doelpunt, ja of nee? Ik denk van niet. De scheidsrechter ziet dit denk ik goed. Aan de andere kant dan Spakenburg. Nog geen minuut later. 2-0. De tweede kans in de wedstrijd voor Spakenburg. En ook gelijk het tweede doelpunt. Heel zuur voor HHC. En heel effectief van Spakenburg. Terwijl HHC eigenlijk wel een hele goede wedstrijd speelde. En hier ook de goal maakt. Thijs Houwing. 2-1. Tegen zijn oude club. Dat moet toch lekker zijn. Hij is toch wel weer terug. Een van de betere vandaag bij HHC Hardenberg. Thijs Houwing. Maakte bekend dat hij bij DOS 37 gaat spelen volgend seizoen. Hij heeft dus een nieuwe club. Maar dat weerhoudt hem er niet van om wel zijn stinkende best te doen voor HHC. Dat is wel een echte mooie topsportmentaliteit. De kans hier voor Spakenburg? Nee. Boeiende eerste helft. En de tweede helft was ook absoluut niet saai. Hier de vrije trap voor HHC. En wellicht de kans. Maar er zit Spakenburg goed tussen. HHC neemt opnieuw over. Siekman buitenspel. HHC heeft veel kansen gehad. Weinig benut. Spakenburg heeft twee kansen gehad.
en een 2 benut. Dat is een beetje het beeld tot nu toe van de wedstrijd. En voor AAC is dat wel een zuur beeld. Gersom Klok. Wederom geen doelpunt. Nu wel! Beetje een klutsituatie. Maar ook die telt. Thijs Houwing. 2 keer scoort hij tegen zijn oude club. En dit was niet de moeilijkste. Want hij krijgt eigenlijk de bal min of meer tegen zijn voeten. En via de verdediger kaatst de bal dan uiteindelijk toch het doel in. En is het 2-2. Een verdiend doelpunt voor HAC. Want het kreeg veel meer kansen dan Spakenburg. Maar ja, je moet ze wel maken. En dat doet Spakenburg dus beter. Spakenburg moet natuurlijk winnen. Heeft die punten hard nodig in die strijd om degradatie. En dit is een goede kans en een goede ingreep van Beukenveld. Kiept een goede wedstrijd. Slordig inleveren van HAC. En dan ontstaat er wellicht opnieuw een mogelijkheid. Want er ligt veel ruimte aan de linkerkant. Voor Spakenburg. Wat heet is een hele goede mogelijkheid. En een fantastische redding van Raymond Beukenveld. De man in vorm. En Sander Danes zal op de bank denken. Hoe kom ik er ooit nog in? Als Beukenveld zo blijft keepen. Gourie, mooie beweging. Ziet dan dat de ruimte bij Offeringa ligt. En Mr. HAC haalt uit en raakt de paal. Het mag niet zo zijn vandaag voor HAC. Wat een leuke wedstrijd op de Boshoek. Kronen, bal over de lijn. Bakker moet dan worden gewisseld. Die geblesseerd is geraakt. Zwikker zijn vervanger, maar ook Zwikker kon het verschil niet meer maken. En dan vindt de scheidsrechter het genoeg. En speelt HAC met 2-2 gelijk tegen Spakenburg. HAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief.